Oh my god, gekke werk jongens. 3 Zuid-Amerikanen, weer landgenoten van mij. 2 mannen, 1 vrouw. In de urban stijl zijn ze gruwelijk bezig. Ze zaten achter mij aan. Zitten hierna, zitten ze in de urban winkel. En zijn ze constant bezig. Zakkerolles team zit erop. Super snel, politie. Turn around! Super tof dat jullie weer kijken. Mijn naam is Gijmen de Boevenspotter. Klik, klik, klik. En ik ga hier proberen op zakkenrollen. Zeg, want zoals je ziet hier om mee is het vandaag de vierdaagse. En het is echt super druk. Dus ik ga kijken of het gaat lukken tussen al die mensen om zakkenrollen te spotten. Ik heb er super veel zin in. Dus we gaan ervoor. Oké, dan. Klik, 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 klik. Nou, ik heb mijn etentje hier achter besteld voor het geval als ik straks zakrollers heb gepakt en ik heb het heel erg warm en ik heb honger. Dan ga ik maar hier eten bij de Colombiano Testo. Nou, zoals je ziet is het nu 15:04. Het is bijna 15:05. Het is hier nog best wel heel rustig. Maar die drukte komt vanzelf wel. En volgens mij hebben ze hier op het bord al gezet. Even kijken als ik het goed zag. Geef zakkenrollers geen kans. Ik geef ze wel een kans. Maar voor heel kort. Ik ga straks mijn vierdaagse lopen. Gisteren even lekker een ordinaire braadworstje eten. En een prikje dat ik toch even wat voeding in mijn lichaam heb. En dan ga ik straks even een paar uur focussen hier. Ik moet natuurlijk wel kijken of het echt iets voor mij is. Dat hele drukte, of ik me daar echt goed kan focussen om zakkenrollers te spotten. Of ik me dan echt kan focussen om zakkenrollers te spotten hier. Maar dat gaan we straks wel zien. Oké, dan, groetjes, klik, 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 klik. Zo grappig, ik loop gewoon tussen al die lopers, die wandelaars hier. Die al denk ik tientallen kilometers gelopen hebben. Iedereen gaat applaudisseren hier. Maar ik heb half meter gelopen of zo. Al die mensen zo mij aankijken. Denk ik zo, die gozer is goed bezig. Helemaal vanuit Almere hier naartoe gelopen. Ik heb gewoon half een metertje gelopen. Ah, ik ga zomaar weer afhaken. Ik moet nog heel de dag. Even zo over een hekje springen. Als moet ik alsnog heel die weg af uitlopen. Nou, de politie in Nijmegen. Weet je wat ik mij afvraag? Of er nou tussen de... Hey, wat schiet je? Ik vraag me af of nou tussen de mensen, tussen de vierdaagse, of er ook zakkenrollers lopen. Dat ze mensen rollen. Ik denk bij de militairen zullen ze niet zo snel doen, want die hebben allemaal kleding in hun tassen zitten. Toch vraag ik me dat af. Iemand die de vierdaagse heeft meegelopen, is die wel eens gerold tijdens het lopen? Ben benieuwd. Nou, ik moet zeggen, ik ben hier in Nijmegen. Ik heb nog geen zakkenrollers gezien, maar ik kijk hier zo achter mij om. En het lijkt wel of ik hier op Woodstock zit, jongen. Iedereen is allemaal high. Maar ja, het is een gezellige sfeer is het hier. Geen agressiviteit. Ik heb een beetje overal, een beetje om me heen gekeken daar overal. Maar wat ik gewoon nog heb, is dat ik gewoon nog geen zakkenrollers heb kunnen spotten. Ik ben weer bang dat ik weer gewoon veel te vroeg ben gekomen, want ik sprak gewoon een aantal mensen. Als ik nu om mijn dinges kijk met tijd, is pas 16:40. Als ik gewoon hier om me heen kijk, en ik kijk gewoon zo mee hier om je heen, dan zie je daar echt zoveel mensen allemaal relaxen allemaal. Maar ja, qua zakkenrollers heb ik echt gewoon nog niet wat gezien. Ik ga even Woodstock, ga ik hier verlaten in Nijmegen en ik ga weer terug naar het centrum toe. Steeds hebben geen zakkenrollers gespot. Het enige wat ik zie hier in Nijmegen, dat iedereen aan een bier zit. Dus ik denk dat dat wel traditie zou zijn om een biertje te drinken. Dus daar pas ik me ook een beetje aan. Daar val ik hier niet zo snel op. Dus jongens, proost. En laten we proosten op een zakkenroller die we gaan spotten vanavond. Ah, zo, ik ben half dronken, man. Ik drink normaal nooit bier, maar ik pas me nu maar aan. Maar het wordt wel lekker aan. Proost. Het is echt gekke werk druk hier in Nijmegen.
En denk ik toch wel, als de zakrollen zo zijn, dat dat hier zou wel moeten zijn hoor. Als je al die mensen ziet lopen, ga eens even inzoomen. Ga eens kijken of ik een paar foute types zie qua tasjes. Kijk, deze hier, die zitten hier. Dan heeft ze een tasje achteren. Nou, dat is echt dus levensgevaarlijk. Dan heb je dan hier die dames, een andere dame hier. Oh, even goed richten. Ook weer een rugtasje. Nee, hier is er niks aan de hand. Nee, dit valt op zich wel mee. Verder kijken of ik iets apart zie. Ik film nu helemaal van boven. Dat had een boekje kunnen zijn daar. Nou, ik heb echt al zoveel uurtjes hier gelopen in Nijmegen. Echt geen ene zakrollen gespot. Ik ben bang, als ze hier komen, dan komen ze denk ik wel pas in de avond als het donker is. Maar het is voor mij gewoon niet te filmen. Ja, er zitten allemaal mensen gezellig te feesten. Ik hoop dat ze niet gerold worden. Maar we gaan even snel terug naar Amsterdam. Klik, 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 klik. Nou, zoals je ziet ben ik weer terug in Amsterdam. Net zag je dat ik in Nijmegen was. De vierdaagse, zo goed top druk dit was. Maar misschien voor mij wel te druk om gewoon toch om zakrollers te spotten. Het was wel heel leuk daar, maar uiteindelijk geen zakrollers kunnen spotten. Nu we hier gewoon in Amsterdam, gaan we het hier weer eens gewoon proberen. Oké dan, klik, 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 klik. Ook in parken, hè? Met dat mooie weer, wil je lekker ontspannen liggen, een wijntje drinken en praten met elkaar. Maar op den duur raak je ook wel een beetje moe en dan val je in slaap. En dan slaan zakkenrollers en bagagedieven toe. En dan ben ik hier op het Museumplein en kijk dan deze goos. Die is half in coma hier. Ga hem even inzoomen, en hier ligt zijn tas. De alcohol ligt hier, alles ligt hier bij elkaar. Dan ligt hij hier helemaal in komen te slapen, moet kijken jongens. En hier ligt zijn tas. Dus je had zo alles mee kunnen nemen. En deze stel hier achter, legt de spullen achter en neer. Ook nooit doen. Hij pakt toevallig nu zijn hand. Kijk hier. Zorg je dat je het voor je hebt, je tas. Altijd voor je houden je tas, nooit achter. Die raak je kwijt. Ik wil toch even tippen voor mensen die met de auto naar Amsterdam komen. Alsjeblieft. Zorg altijd dat je geen waardevolle spullen in je auto hebt. Want in Amsterdam heb je best wel veel autokrakers. En die komen dan op de scootertjes en dan slaan ze een raampje in. En dan zijn ze weg. En die zijn best wel heel moeilijk te pakken. Dus als je met de auto naar Amsterdam komt, zorg dat je geen waardevolle spullen hebt. Ook geen spullen. Het gaat er gewoon om, als autokrakers komen, ze kijken in je auto, dan moet het gewoon helemaal leeg zijn. Dan voorkom je dat je raampje niet in. Dan voorkom je dat het raampje gewoon lekker heel blijft. En dat je dan weer naar huis kan gaan. En op het moment dat, zeg maar, dat je net lekker geshopt hebt en je komt naar je auto, zijn je ramen zijn ingegaan. Nou, dat is niet zo fijn. Oh my god, gekke werk jongens. 3 Zuid-Amerikanen, weer landgenoten van mij. 2 mannen, 1 vrouw. In de urban stijl zijn ze gruwelijk bezig. Ze zaten achter mij aan. Wereldmaal, hadden mijn tasje op het oog. Zakkenrollersteam heb ik gebeld. We zitten erop. Gekke werk, bam, bam, bam. Zitten hiernaast, zitten ze in de urban winkel. En zijn ze constant bezig. Zakkenrollersteam zit erop. 2 echt gruwelijke goeie zijn. Dit ziet mij nog niet. Het kan best wel een heel kort filmpje zijn. Dit zou best wel eens kunnen dat ik gewoon helemaal geen beelden van die 3 heb. Dat ze gewoon al meteen gepakt worden. Want we volgen ze. Maar ik heb nog helemaal niet de tijd gehad om die 3 gewoon te kunnen filmen. Ja, dus ik moet kijken. Ja, ik moet op een nerveus opletten. Want ik sta precies hier op dat hoekje. Zij zitten hier binnen. Ja, eentje loopt 20 meter af. Oké. Snel meteen al aangehouden. Zijn ze dat dan zo? Police! Kijk dan jongens, ging super snel. Politie was er. Turn around! Oké, slachtoffers binnen. Ze hebben iemand grof, slachtoffers binnen. Zuid-Amerikanen hier. Die hebben ze hier in de boeien. Even de buit zoeken. Ging echt super snel. Nee, ze hebben niet weg kunnen gooien. Volgens mij heeft hij het. Hij heeft, oké. Where's the wallet? Wallet! Where's the wallet? Wallet! De portemonnee, jongens, dit is de portemonnee van de slachtoffer die gewond is. Kijk dan hier, hè. Ja, too malo, hè. Kijk hem hier. En dit is, volgens mij worden deze gasten misschien wel ook door de politie gezocht. Want het zijn echt de grote boefjes. Kledingstuk. Money. Stone. Pesos. Yo, too malo. Gruwelijk. Bam. Hoe gruwelijk. Ik had geen tijd om eventjes een mooi filmpje van die 3 Zuid-Amerikanen te maken. Mooi filmpje te maken. Zakkenrollers, die heb ik meteen al gebeld. Ik zag ze hier lopen.
En meteen al kwamen ze winkel binnen. Dit zijn echt getrainde met kledingstukken en alles. En ze hadden meteen al een portemonnee gerold. Gelukkig is de slachtoffer die heeft portemonnee weer terug. Ik ga even stiekem filmen, maar gaan we niet filmen. De politieman is alles aan het regelen. De dame heeft gelukkig portemonnee weer terug. Dan kan ze weer verder shoppen. De politieman regelt de namen, alles en gegevens. En deze dame is klaar. Oh, gewoon 30 graden buiten, jongens. En dan gewoon hier drie van die Zuid-Amerikanen. Toch, doe helemaal goed, man, jongen. Dus echt gekke werk. Gekke werk. Bap, bap, bap. Binnen een paar minuutjes dit, joh. De politieman was echt super snel erbij. Goeie weer geregeld. Deze politiedame die neemt haar mee. Heeft even wat mooie weer kunnen genieten. En die heeft straks wel wat uit te leggen bij het politiebureau. Dat is de tweede man. En deze wordt nummer 3. Kijk. En nummer 2. Adios, hasta la vista, amigo. Ciao. Hey. En die gaat ook weer de auto in deze zakken. En nummer 3 gaat mee, jongens. Kijk in werk, para. Kijk hoe mooi politiebusje achteruit rijdt. In zijn achteruit. En die gaat hier erin. Kijk, 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 zoals het wordt. En nummer 3. De derde Zuid-Amerikaan. Ja, precies. De derde Zuid-Amerikaantje ook erin. Gaan ze alle drie in het busje. Hey, kijk, andere politieman die had gezien hoe ze die portemonnee gerold had. Dikke waar, kijk hem weer. Dit was nou echt zo'n kort filmpje. Ik kon gewoon niet langer een filmpje van maken. Omdat die drie gewoon echt heel professioneel waren. En als ze meestal heel professioneel zijn, dan kunnen ze heel snel een slag slaan. En dat gebeurde dus ook. Dus op het moment net toen ik de zakkenrollers belde, waren ze in de winkel. En binnen 2 minuten of zo hadden ze dus al die portemonnee gerot. En meer kan ik er echt niet van maken. Ja, het mooie natuurlijk is dat ze gewoon echt gepakt zijn. En hopelijk staan ze nog op andere beelden. Ik heb ook vaak dat die zakkenrollers heel de dag en weken bezig zijn omdat het zo makkelijk gaat. En dan wordt ze misschien ergens nog gezocht. En dan zit ze uiteindelijk nog langer vast. Nou, dit filmpje verdient zeker wel duimpje, 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 duimpje. Vergeet niet om mijn kopie te klikken om te abonneren. Vergeet het belletje natuurlijk niet. Ook heel belangrijk. Anders krijg je niet door. Ik kan amper praten. Anders krijg je niet een melding als ik weer een filmpje online heb. Ja? Oké, klik, 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 klik.